heb daar nog net de bomen heen, de ingang van de tunnel zien. Tunnel Heerschagen met de A44. Ik geloof 4,7 kilometer lang of zoiets. Naar eigen betoncentrale. De mensen waar alle grondstoffen liggen. Daarachter nog een hoop. Dat ze eerder al hebben afgegraven. Directieketen. Dit is een hokje van materiaal wat ze uit de groeven graven. Uit de groeven, uit de tunnel. En hebben mij de eer om met zo'n oude D6N. Zo'n Spectra Precision installatie erin. Lekkere staven. Een half dagje. En dan zit erop voor mij. Nou, dan werk je in Keulen. Vervanging voor iemand die ziek is. Ja, ik kan me niets meer voorstellen. Niet echt fijn voor je. Wat ze uit de tunnel halen, dat zou 0,200 moeten zijn. Maar het lijkt meer op 0,20.000. Ik heb er soms stenen bij zo groot als een auto. Dat is heel fijn. Een oude bul, maar ja. Er stond eerder nog een licht erop. Ik heb toch af en toe een foutmelding aan. Het olieniveau is goed. Het schijnt die vaker te doen. Ja. Een nul voorbeeld. Gisteren is er hier niemand geweest en ja, er liggen er toch een paar vrachtjes. Een beetje het idee van Fred Flintstone. Uitkijken, want als het de hoop afrolt, die grote stenen die rollen soms zo door naar de openbare weg. Dat is niet helemaal de bedoeling. En hier wil ik het eigenlijk niet naartoe hebben. Ik heb dat naar beneden gemaakt. Ik heb daar een hoek compleet laten liggen. Vlak krijgen de volgende.